Listening is of great importance. We know that. Remember the sirens. He's remember the sirens? Because here he's in control. He's happy. Of course you do remember the sirens. Stop the sirens. Ik ben Gita Gagam en ik ben regisseuse, schrijfster van toneel, film en poëzie. Ik ben gevraagd door Christian om mee te doen aan dit hele fascinerende, interessante project. Wat mij heel erg aanspreekt in wat hij wil maken en ook eigenlijk mijn eigen stijl is ook de complexiteit van onderwerpen, de gelaagdheden. En het is interdisciplinair. Not a single one of our republics would mean anything if we were not all together. We must create our own history. I was also looking in the book what we were talking about. Yes. Of course, the title, which makes it. It's important that we actually say it. Yeah. All these African faces with Tito's newspaper or Tito's flags, you know. Yeah. In a way, that's also this non-alignment. It's a Yugoslavian dictator, you know, and they are like celebrating him. This one. A part of the Western audience will know Tito, the name. En denk aan hem nu als een de charmante vaderfiguur, hè? And this is a build-up. We start off very seductive and kind and interested. That's how he starts. But he never forgets who he is himself. Yeah. Why the disconnect is so important to me to bring across or to address it at least artistically. Yeah. Because, many times in Slovenia, I would be speaking Slovenian, my mother tongue, to another Slovenian person. Yeah. And they would be speaking English back to me. Mm. And I would continue in Slovenian. And they would be continuing in English. I had that experience. There is a disconnect. Ik vind het ook symbolisch voor de complexiteit en de tijd waar we nu in leven. Dat er niet het ene of het ander is. Het is niet zwart of wit. Zaken zijn complex. En mensen met een gemixte achtergrond, zoals ik zelf ook ben. Het geeft toch een heel bijzonder gevoel. Want daardoor begrijpen we elkaar op bepaalde thema's veel sneller en veel makkelijker. Let's say travel only. Yeah, 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 yeah. And this one is actually kind of in a reverse and it ends again here. So the rhythm, you feel the rhythm. And that's because you're a dancer, you feel the rhythm, I write. It's tempo, it's cadans, it's pauses, it's breaks. Over ex-Jugoslavië, over identiteit, over jouw achtergrond. Het idee van een non-alignment movement. De link met Afrika. Ook hier zijn in het Westen specifieke levenservaring die een specifieke groep van ons hebben die bijna nooit zichtbaar wordt.